Hi iedereen, jullie hebben heel vaak gevraagd om een roomtour. En dan zeg ik nee, dat wil ik niet, dat vind ik veel te privé. En toen dacht ik, ja weet je, ik heb namelijk een heel appartement en ik heb geen zin om bijvoorbeeld mijn slaapkamer te laten zien. En ja, sommige dingetjes moeten ook gewoon een beetje privé blijven. Maar jullie hebben natuurlijk al wel eens mijn rommelkamertje gezien en jullie hebben al wel eens mijn badkamer gezien. En toen dacht ik, jullie hebben eigenlijk nooit echt mijn huiskamer gezien. En ja, die wil ik best wel aan jullie laten zien. En ik heb het nu helemaal mooi met mijn moeder opgeruimd en opnieuw ingedeeld. Dus ik dacht, nou ja, goed, dan vind ik het wel nu een leuk moment om aan jullie te laten zien hoe mijn huiskamer eruit ziet. Dus bij deze, hier kom je binnen. Dus hier is de huiskamer. Hier heb ik dan mijn boekenkast gezet. Die hebben jullie wel eens gezien, dus het lijkt dan net één grote stapel boeken. Hier zijn mijn nieuwe stoeltjes. Deze zijn van Leolux. Zitten heel erg lekker. Ik heb hieronder... Hieronder heb ik een lekker kleedje op maat geknipt, neergelegd. En daar slaapt Coco wel eens. Deze die heeft een voetenbankje. Hier tussenin heb ik de kattenkrabpaal gezet. En ze kunnen zo heel makkelijk via de krabpaal, kunnen ze via de vensterbank. En dan kunnen ze naar het nieuwe zitje wat ik voor ze heb gemaakt. Hebben ze lekker aan die kant en aan die kant kunnen ze lekker naar buiten kijken. Ik heb er een kussentje neergelegd, een dekentje. De dekentje dat is van Knaagdierzone. Daar ga ik ook nog een keer een artikel over schrijven. Want daar zijn ze heel, heel blij mee. En ik, oh kijk, er komt er al eentje. En mijn aloe vera plant. Een mooi houtsnijwerkje. Wat paparazzen. Dit staat gewoon in de vensterbank. Dan heb ik hier een kamelenkrukje waarop mijn laptop ligt. Daar nog een zitje voor de katten. Ja, mijn mooie Persische tapijt waar ik het wel eens over heb gehad. De salontafel. Hier heb ik dan nu de tv neergezet. En dit is echt één groot drama. Een weerwal. War van allemaal draden en snoeren. Maar mijn vriend komt vanavond hier. Dus die mag dat lekker allemaal mooi gaan fixen en wegwerken. Ik geloof dat hij dat zelfs ook wel leuk vindt. Nou, dan heb ik hier wat artwork opgehangen. Dit is van Miami Ink. Dat is een gelimiteerde of genummerde prints. Een mooi boek van Kevin O'Quinn. Dat is wel echt de reden waarom ik geïnteresseerd ben geraakt in beauty. Foto van mezelf. Nog een krukje. Er is net een journalist geweest van het AD. Dus die wou natuurlijk foto's maken. Dus ik heb heel veel beauty producten van de afgelopen tijd eventjes uitgestald. Zodat ze daar foto's van kon maken voor voorbij het artikel. Tulpjes, even kijken. Hier is de bank. Heb je ook wel eens vaak gezien. Die heb ik nu zo neergezet voor mijn muur. Zodat de muur ook wat mooi opvalt. En wat ik nu heb gedaan, ik heb dus twee van die kistjes eigenlijk. Die kan je hier zien. Die heb ik nu achter de bank neergezet. En daar heb ik dan planten op gezet. Hier staat een tijdschriftenbak. Zodat, ik ga hier denk ik voortaan ook filmpjes opnemen. Dus dan heb je een mooie wand. Dus heb je een mooie muur. En dan met gezellige planten, een beetje tropisch op de achtergrond. Dus ik denk dat ik voortaan op de tafel mijn laptop ga neerzetten en daar filmpjes ga opnemen. Ik heb hier en goed licht en gewoon een leuke achtergrond. Dus nou ja, dit is de huiskamer. Dan heb ik hier mijn nieuwe dressoir. Die heb ik ook wel eens aan jullie laten zien. Het is eigenlijk heel grappig, omdat ik heb heel vaak foto's gemaakt van delen van mijn huiskamer. Maar nu zie je een beetje hoe het... één tot een geheel wordt gevormd. Dit is een foto van mijn oma van vaders kant die onlangs is overleden. En dit zijn mijn Indische opa en oma die ook helaas allebei niet meer leven. Hier is Story of My Life. Nothing makes a person more productive than the last minute. Een brandertje met een soycent natuurlijk. Portemonnee, frostbonnen. Zeepjes. Deze heeft mijn moeder gemaakt met speciaal papier. Dat heeft ze gedaan. Ze heeft dat afgedrukt op water oplosbaar papier. En daar heeft ze gietzeep overheen gedaan. Dus dan heb je echt mijn eigen Beautylab zeepjes. Ze heeft ook eentje voor Angel gemaakt. Want ze vindt Angel heel leuk. En een mooie lamp. Kerststukje wat ik had gekregen. Een spiegel. Nog een oliebrandertje. En dan heb ik hier mijn werktafel. Eigenlijk is het een eettafel, maar... Ik werkte ook aan, dus dit is de grote computer. Ik heb hier gezet, ook heel veel draadjes. Ziet er heel lelijk uit, moet ik nog een keer allemaal goed wegwerken.
Hier de printer, mijn agenda, dingen waarmee ik bezig ben. Ik was bezig met een experimentje om mijn concealer te maken. Dus dat ligt hier eventjes. Bloemen. Dit is wat ik eigenlijk binnen heb gekregen vandaag. Dus ik had twee pakketjes. Hier zat een geurtje in van Marc Jacobs. En wat make-up van Dior. Oh ja, deze muur is mooi. Hoe zeg je dat? Mooi metallic. Ik krijg drie lagen. Heeft het me gekost. Het heeft lang gekost voordat die muur mooi egaal was. Dit is een klok van Carlsen die ik zelf echt heel gaaf vind. De thermostaat. En als iemand aanbelt beneden, dan moet ik daar opnemen. Dus dit was het eigenlijk. Ik heb heel veel leuke zitjes gemaakt voor de katten. Zelf kan je hier ook heel lekker zitten als je hier namelijk zit. Dan kan je en gezellig praten met degene die op de bank zit. En je kan nog met een half oog tv kijken. En je kan hier ook gewoon lekker een boek pakken uit de boekenkast. En dan gewoon lekker hier een boek gaan lezen. Het is een heel leuk zitje. En ik vind het veel gezelliger hoe het nu ingericht is. Het is een beetje een gekke vorm huiskamer. Dus het is moeilijk om in te richten. Eigenlijk als je de bank helemaal tegen de muur zet, dan is de ruimte tussen de tv en de bank weer te groot. Grotere tv kan ook niet, want dat past weer niet op die muur. Ik heb mijn tv ook wel eens hier gehad. Wat ik nog nooit heb gehad is de tv daar. Maar als ik daar de tv doe, dan staat de bank weer voor de verwarming. Dus het is een beetje een lastige kamer qua inrichten. Maar tot nu toe wat ik nu heb, is dit wel de beste inrichting eigenlijk. En ik vind het wel echt heel gezellig. En het is ook opgeruimd. Normaal gesproken is het altijd echt één grote zooi. Maar ja, we hebben nu een kantoor angel in gevonden. Dus sowieso alle beauty spullen wat normaal overal ligt, dat kan ik nu allemaal gewoon lekker daar laten. Zodat het hier dan lekker opgeruimd blijft. En zodat ik werk en privé iets beter kan scheiden. Dat ik daar gewoon alleen de werkspullen hou. En dan hier gewoon als ik thuis kom van werk, gewoon lekker tv kan kijken zonder dat ik dat allemaal nagellakflesjes en dat soort dingen op de salontafel slingert. Dus ik vind het wel geslaagd hoe het nu is ingericht. En ik ben benieuwd wat jullie van mijn huiskamer vinden. Laat het even weten. En ik hoop dat jullie het leuk vonden dat jullie eindelijk hoe lang woon ik hier? Langer dan 2 jaar. Een roomtour heb gedaan. Beperkt tot de huiskamer dan. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden om het te zien. En dat was het. Tot de volgende video. Doei!